Welkom iedereen weer een nieuwe aflevering van Mega Man Maverick Hunter X. Vandaag beginnen wij aan de typische water-enemy van Mega Man X. Launch Octopus. Ook een van de weinige Mega Man Mavericks die een relatie hebben of familie hebben. Of alle Mega Man X series. Omdat hij in Mega Man X5 is hij revealed om een vriend of broer te zijn bij Volt Kraken. Nou ja, een kraken en een octopus. Kan ik op zich wel gezien. Reinig genoeg in de mistranslatie wordt Launch Octopus Octopardo ook wel genoemd. Alleen Octopardo. Ik heb geen idee waar het naar verwijst, er is ook geen trivia voor. Want over het algemeen zijn het combinaties van elkaar. Dus dan heb je par, je hebt launch octopus, dus het lanceert iets. Flame Mammoth, die dingen. Maar een octopardo, nou ja, makkelijk, octo's verwijst naar octopus. Nou, launch octopus is een octopus. Maar een pardo, ik weet niet wat dat inhoudt. Het kan verwijzen, het verwijst vaak naar Portugese en Spaanse kolonies in Zuid-Amerika. Vanwege de multiracial descendants die er waren. Maar dat lijkt me niet. Dat lijkt me iets te goed. Iets te raar. Munteenheid. Rivier in Brazilië. Of water. Wateroctopus. Dat is hem waarschijnlijk. Maar ja, je ziet het. Dit level is gebaseerd gewoon op. Je zit voornamelijk onder water. Dus je hebt wat minder mobiliteit onder water. Maar vanwege de mooie ability genaamd Storm Tornado hebben we redelijk wat ruimte. Er is een optionele boss die je kan doen. Je kan hem ook gewoon skippen. Maar wat hier makkelijk aan is in deze boss is als je hem verslaat kan je gewoon een hard tank weer krijgen. En het beste wat je hier kan doen is gewoon Storm Tornado iedere keer. De hoeveelheid damage die je doet is multi-hit. En over het algemeen kan je ze wel goed raken. Alleen je moet wel oppassen voor de spikes onderin. Want anders ben je kapot. Ben je echt kapot. En dat is heel vervelend. Want dat is me vaak genoeg gebeurd. Zowel in deze game als in de oorspronkelijke game. Want dat heb ik oorspronkelijk niet echt vaak uitgespeeld. Ik heb het wel vaak verschillende levels gedaan. En Launch Octopus. Dit stuk was nooit leuk. Want je kan niet zien waar je landt. En over het algemeen de slangen. Of de zeeserpenten. Zijn over het algemeen redelijk hoog in de lucht. Dus het is zelden dat je ze kan. Kan zien waar je landt. Ja. Nou, op die manier wordt hij gewoon vastgezet omdat je zo'n stomme serpent hebt. Nou, klaar, kunnen we door. Waarom het zo in elkaar zit, ik heb geen idee. Want op het algemeen krijg je dan wel een verwijzing van ga naar rechts of wat dan ook. Maar ja. We zien het logo en we kunnen eigenlijk door. En de weakness van ons grote vriend hier is de Rolling Shield. Dus van Spark, van Armored Armadillo. Dit is geen persoonlijkheid dat ik echt had verwacht achter Launch Octopus. Nou, dit is redelijk makkelijk. Deze heeft wel een redelijk lange animatie. Hij draait een paar keer rond, herstelt zich weer en dan kan je hem weer raken. Maar je moet die timing precies goed hebben. Want soms kom je te laat uit en dan kan hij een tornado doen of een bepaalde attacks. Wat wel interessant is, als je puur kijkt naar zijn design. Hij heeft een ring rond zijn heupen waar 4 van octopus zitten en de andere 2 tentakels zitten in schouderbladen die beschermd zijn door spikes, zoals shoulder plates. En het is raar als je er puur naar kijkt, want dit is op zich best een redelijk simpel design als je doet, maar ja.
En voor de rest zit ook geen bepaalde dingen achter. Maar zijn persoonlijkheid is wel geinig, want hij heeft een beetje een flamboyant design. Want dat kan je altijd uithalen met de Engelse taal. Als je mensen hebt die een beetje gaan zo praten, ofwel die redelijk de klinkers laten lopen. Nou, de meest bekende is Pegasus. Yugi Boy. Kaiba Boy. Die gaan met de stem dan omhoog. Zet dan van die accenten erop. Dus Yugi. Toch heeft het zo lang geleden dat ik de Nederlandse Yugi heb gehoord. Dat ik echt even geen idee meer heb hoe die klonk. Ik kan alleen maar in Engels zijn. Met de Engels is het zo overdreven. Yugi Boy. Nou, nu Storm Tornado Webs in deze katapult schildpadden joke. Maar ja, Boomerang Kuwanger heeft eigenlijk een beetje hetzelfde probleem wat Duff McWhalen heeft level. Hier moet je later terugkomen als je alles wil hebben. Want het wapen wat Boomerang Kuwanger geeft is een boomerang. Ja, heel logisch. En een van de wapens kan je hem oppakken met een boomerang cutter. Het wapen wat je krijgt van Boomerang Kuwanger. En ja, een Kuwanger is een stag beetle. Ofwel een Kuwagata. Nou, een Kuwanger. Kuwagata. Waarschijnlijk verandert hij dan uiteindelijk van Kuwanger. Kuwagata. Dus dan een combinatie tussen Kuwagata en Ranger. Nou. Interessant genoeg, Boomerang Kuwanger zat in hetzelfde unit als de Gravity Beetle van Mega Man X3. En zat in dezelfde unit als X. En hij is eigenlijk een beetje hetzelfde waar ik het vorige part over had. Over dat misschien zeg maar gelijk had. Omdat hij eigenlijk... Hij ziet geen zwart en wit. Hij doet gewoon puur op logica. En denkt van oké, zeg maar het gelijk. Nou, in de Rockman X manga is eigenlijk Boomerang Kuwanger de laatste waar je tegen vecht. Wat op zich interessant is. Want normaliter zou je een van de ene laatste zijn. Want zijn wapen gebruik je eigenlijk alleen maar tegen Sting Chameleon. En Sting Chameleon is eentje die je over het algemeen niet doet in het begin. Daar eindig je over het algemeen het vaker mee. Het is homing torpedo. Dus, oh, sorry, dat is launch octopus. Dus over het algemeen doe je pas... Ja, Boomerang Kuwanger is zwak tegen homing torpedo, maar Stink Chameleon is zwak tegen Boomerang Cutter. Maar ja, Stink Chameleon, zoals de naam zegt, is een chameleon. Dus over het algemeen zijn gimmick is dat hij verdwijnt in de boskage. Dat zullen we later wel zien. Maar dat is eigenlijk de reden waarom hij met Buster Only wat moeilijker is dan als je de weakness hebt. Toch even. De bossen zijn wel zo in elkaar gezet dat Buster Only gewoon kan. Dus zelfs als je Buster doet. Het zijn wat moeilijkere fights, maar niet zoveel moeilijker. En hij is een beetje weg van een Quick Man. Nou, zo moeilijk was het niet. Het is een van de makkelijkste levels naar mijn mening. Ja, hij heeft een beetje ding van Meg met Dragoon, maar hij is ook zo van, ik ben nu Maverick. Jij bent een Maverick Hunter. Nou, hij is Tag Beetle, dus hij doet maar een paar dingen. Hij dasht, probeert je te grijpen met zijn horns, gooit je in de lucht, maar doet niet heel veel damage. Natuurlijk, als je het op hard mode doet, doet het heel veel damage, maar... De homing torpedo is gewoon, de naam zegt al, homing torpedo. Dus je kan eigenlijk gewoon iedere keer gewoon heen en weer bewegen en hem gewoon afschieten.
Moet wel opletten, hij kan wel offscreenen. Dus als je bij de muur staat en je schiet hem tegen de muur aan, over het algemeen verdwijnt hij dan gewoon. Dus het beste wat je kan doen is of net voor het einde van de muur doen of ergens gewoon in het midden schieten. En dan is het op zich geen hele moeilijke fight is. En je hebt zeker hier de boots voor nodig, want je bent niet sneller dan Quanger zonder de boots. Nou, was maar weer... We hebben ermee te gaan. En dat is ook nu de grap. Je gaat nu zo snel doorheen, omdat je nu eenmaal die dingen hebt. Je hebt alle wapens, je hebt alle dingen. Dus uiteindelijk... Alle levels gaan een stuk sneller. Nou, omdat we nu de boomerang cutter hebben, kunnen we terug naar Spark Mandrel Stage. Die, omdat wij Storm Eagle hebben verslagen, is de hele plek naar de tering gegaan. Oeh, dat komt me heel goed van pas. Dat komt me heel goed van pas. Maar ja. Hoppakee, hebben we die? En hebben we de weapon tank? Ja. We hebben er 3. Oké, let's go. Ja, we gaan niet terug naar het titlescreen. Nou, nu zijn we terug in Boomerang Quanger. En pakken we deze. Hoppakee. En dan hebben we ook die weer. En dan kunnen we hem afmaken. Kunnen we naar Stinkermillion gaan. Die naar mijn mening wel een van de meest simpele designs heeft, maar het daarom ook gewoon past. De heterochromia snap ik niet helemaal, maar volgens mij komt het omdat het oog dicht is. Nou, dit level is ook de laatste plek voor de armor upgrade. Volgens mij is het torso. Zo. Nou, voor de rest, hij staat in de 9th Special Forces onder Sigma. En hij respecteert alleen maar de sterke mensen. Dus uiteindelijk. Ja, zeg maar sterk, ik doe het. En hij is de derde Maverick die waar X tegen vecht in de Rockman X manga. Wat eigenlijk logisch is, als Boomerang Quanger de laatste is, dan heb je ook eigenlijk. Dan maakt het ook eigenlijk geen sens dat Stinkermillion daarna is. Dus. Maar ja, daar zit de weaknesses er ook minder in. Nou ja, dit was Light's defense robot. Hij heeft heel goed de boel gedefend. Nope. Oh, waarom was het armport? De torso had ik al gehad, ja. Nou, dat kunnen we mooi meenemen. Ja, mijn charge shot wordt iets sterker. Dus laten we zeggen, in plaats van 3 damage gaat het misschien nu 5 damage doen. Ik vind nog steeds niet de mooiste armor wat er is. De mooiste armor vind ik nog steeds van Mega Man X4. Maar ja, nou, als je hier naar beneden glijdt, zie je ook dat je hier eigenlijk een secret passage hebt die je kan nemen. De bedoeling is dat je eigenlijk een paar onderdelen hiervan kapot maakt en een grote dash er naartoe maakt. Niet op die manier. Maar dat je eigenlijk een gigantische dash er naartoe maakt, want... Daar zit volgens mij je laatste hard tank. En dan kan ik daarmee heb je weer fatsoenlijke helft. Krijg je fatsoenlijke helft mee. Nou, zit je de damage output is iets hoger, maar qua animatie zie je niet zo heel veel verschil tussen de charge shot en de normale charge shot waarmee je begint. Nou, het beste wat je hier kan doen is gewoon zeggen, fuck it, hoppakee. Denk tegen afzetten. Heb je de ruimte, kan je de jump maken en ben je langer. En ik had daarmee geluk. Hoppakee, en dan kunnen we naar boven. Zolang je maar door blijft dashen is niks anders. En hier is ook waarom je eigenlijk de head upgrade moet hebben. Dankzij de head upgrade loop je geen damage op. Heb je de head upgrade niet, dan krijg je flinke damage van die rotsblokken. Nou, hier gewoon de flamethrower gebruiken om de bomen neer te halen. Dan moeten we die bootpacken maar gewoon opzouten. Extra leven, altijd op prijs gesteld.
Hoppakee. En hebben we nog een Right Armor stuk. Een van de weinige stukken waar je met de Right Armor echt zit. Niet dat het echt nodig is, maar... Had je het onderdeel weggehaald, dan had je eigenlijk niets verloren. Maar dan was het level een stuk kort geweest. Nee, je moet wel continu blijven springen. Want op het moment dat je te lang in blijft zitten, zak je in het moeras weg. En ja, je moet, je moet er per se uitgaan. Anders ga je niet door de dingen heen. Wat XP naar mijn mening beter doet. Want dan kan je gewoon onderdoor gaan. Kan je met Right Armor de fight in. Dat is nog steeds gaaf. Hou die tong naar binnen, dan kan je de L ook beter uitspreken. Master nog wel, nou. Nou, ik weet niet of Sigma zo goed is als koning, maar... Oké, maar wat nou als je second in command is? Dan wel? Ja, dan zeg ik, ja, is goed. Nou, in deze is het gewoon boomerang cutter gebruiken. Stinkermedia gebruikt zijn tong. Nou, je ziet dat de range van de tong is veel langer. Maar ja, je hebt de boomerang en de boomerang werkt met een hele lange arc. Dus wanneer jij hem afschiet is het heel kort, maar je kan heel ver teruggaan. Maar ja, de damage die jij tegen hem doet met de boomerang is meer dan de damage die hij doet met zijn tong of zijn lasers. Dus... Dan is het klaar. Dat was Sting Chameleon. En we klaar. Dan hebben we het laatste wapen. En dan kunnen wij door naar Sigma. Kunnen we eigenlijk... eigenlijk een Montrone. Maar hey mensen, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie de volgende keer weer bij een nieuwe aflevering. Tot later.